Mijn ouders staan in de woonkamer. Mijn moeder kijkt me aan en zegt: Ga zitten, het is vreselijk. Joost is dood. Stilte. Ik realiseer me nauwelijks wat er zojuist is gezegd. Joost is dood. Mijn moeder vertelt dat Joost eerder op de avond om het leven is gebracht. In de metro in Amsterdam. Neergestoken. Saskia citeert uit het boek dat ze schreef naar aanleiding van de moord op haar broer. Bekend als de metromoord. Joost Wolters werd in de zomer van 2017 zonder aanleiding in metro 53 doodgestoken door een psychiatrisch patiënt. Hij wordt veroordeeld, maar later blijkt dat O die dag helemaal niet op vrije voeten had mogen zijn. Saskia ging met haar familie op zoek naar antwoorden. Ja, je valt van het ene ongeloof in het andere. Dat je denkt, hoe kan het gebeuren dat, je, dat dit misgaat, dat dat misgaat. Dat het zo'n opeenstapeling is van fouten die ja, eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden. En had het er zo anders uit kunnen zien voor zowel Joost als onze eigen familie. Instanties als het openbaar ministerie, de reclassering, het AMC en zelfs de rechtbank hadden nauwelijks overzicht en werkte langs elkaar heen. Daarnaast werd informatie die wel bekend was niet gedeeld met de familie. Ja, dat is heel heftig. Want je verwacht in eerste instantie dat er gewoon open kaart gespeeld wordt en dat de informatie die daar is gedeeld wordt. Dat is een heel vermoeiend traject, want je bent iedere keer op je kievive om te denken van ja, maar klopt dat dan ook? En hoe staat dat dan in verhouding van de belang van deze organisatie? En hoe verhoudt deze informatie zich tot de informatie die we eerder hebben gekregen? Dus je staat continu aan. Het gevecht dat Saskia en haar naaste jarenlang voerden, staat tot in detail beschreven in haar boek. Zo ook het moment dat zij in een inspectierapport lezen dat zij al die tijd gelijk hadden. De tranen lopen me tijdens het lezen van het eindoordeel over mijn wangen. De inspectie heeft gezien wat wij ook hebben gezien. Wat we tegenkwamen in onze zoektocht naar informatie en wat de journalisten boven tafel wisten te krijgen. We hadden het bij het rechte eind. Het boek is vanaf donderdag 4 mei online verkrijgbaar. Een dag later ligt het in verschillende boekhandels.